Hij speelt ons gewoon uit. Anthony met het schot, met de redding van Kobel. En dan is hier Geert Pruida, die verdedigt heel slecht uit. We verdienen een tegengoal op die manier. What up mensen, tof dat jullie kijken naar gloednieuwe FC 24 Liverpool Career Mode. We gaan door naar een spannende overwinning tegen Manchester City. En sinds die overwinning staan we nog steeds tweede. We staan 3 punten achter. Aston Villa staat onder ons. En op de 4e plek staat Arsenal en op plek 5 de Spurs. In de aankomende speelmaand hebben we een aantal interessante wedstrijden op programma. Deze speelmaand ga ik dus niet in één keer doorheen kunnen komen. We zien United hier, we zien City weer, maar dan voor de beker. We hebben Arsenal en Newcastle United. Ik denk dat ik het begin van deze maand ga simuleren tot en met Toulouse en dan bij United oppak. Zien hoe de resultaten gaan lopen. Als jullie er zin in hebben, klik dan alvast op dat duimpje omhoog en dan gaan we nou gewoon lekker verder simuleren. Daarmee staat nu Fulham op het programma. Het is de eerste wedstrijddag van de aflevering. Staan op een 6e plek, wij nu 3e. Hopelijk kunnen we dit gaan winnen. Nou, we zitten met wat blessuregevalletjes, dus het speelschema is wel interessant. Te noemen. McAllister gaan we eraf halen. Voor Szoboszlai. Op het bankie gaan we Timber meenemen. En Jota gaat van de bank. Suarez gaat mee. Verder laat ik het staan zoals het staat. En daarmee eindigt deze wedstrijd in een 4-1 overwinning. Dat is prima. Jammer dat we niet de 0 hebben behouden. Salah, Szoboszlai, Núñez en nog een keer Salah zijn de doelpuntenmakers. En dan gaan we direct door met de 2e wedstrijd. Dat is Sheffield United op een 17e plek. Moet ook gewoon makkelijk gewonnen kunnen worden. Ik heb een aantal aanpassingen gemaakt. Hartman staat erin op die linksback. Gwehi rechts centraal. Szoboszlai weer op de cam. En op het bankje is Elliot mee. Ik moet nog wel even weer Suarez meenemen. En dan gaan we nou weer door naar het resultaat. 0-3 overwinning. Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez en Gakpo zijn de doelpuntenmakers. Dan zien we nu dat McAllister terug is van zijn blessure. Dan moet ik eerst nog maar even zien, want dat heb ik vaker gehad. Dan krijg je dat berichtje met je spelen dan niet beschikbaar. En Olise en Szoboszlai zijn beide weer tevreden met hun speeltijd, geven ze aan. Dan gaan we nou het team klaarmaken voor de wedstrijd tegen Crystal Palace. McAllister is inderdaad terug van blessure, dus hij mag gaan starten om wat wedstrijdritme op te bouwen. Suarez uiteraard weer mee op het bankje. Gwehi mee in plaats van Konate. En ik ga Timber spelen in plaats van Endo. Hiermee gaan we simuleren. En dat is een 0-4 overwinning. Ik kan niet klagen met de simulatieresultaten deze aflevering. Gaat prima zo. Wel een blessure bij de ingevallen Olise zie ik hier. En de doelpuntenmakers zijn 2 keer Salah zien we al. 3 keer Salah, hattrickje voor hem. En 1 keer Virgil van Dijk. Prima pot. En de 0 behouden. Ik ben tevreden. Olise heeft wel een verrekte kuit opgelopen en zal 2 weken niet beschikbaar zijn. Suarez, McAllister en Hartman bedanken ons voor de speeltijd. En dan hebben we eigenlijk ook weer eens een keer een nieuw bod op Konate. Het is jammer dat de verhuizing naar United niet is doorgegaan. Team en speler konden geen overeenstemming vinden over het salaris. Dus moeten we opnieuw gaan handelen. Dit keer is het Arsenal wel echt met een flink minder bod. We gaan natuurlijk gewoon delegeren. Ze mogen de bieding starten op 120. En ik wil niet minder als 100. 120 is misschien trouwens wat veel. We veranderen het naar 115. Ik bedoel, dat zijn concurrenten. Die mogen wel even flink in de buidel tasten. Jota is volgens het bericht terug van blessure. En Suarez maakt zich daar een beetje zorgen over. Ik weet wat je kunt, vriend. Je gaat altijd mee op het bankie. Dat is een ding dat zeker is. Je staat geen basis, maar je gaat altijd mee. Jota die geeft dus aan dat hij fit genoeg is. Je bent een belangrijke speler voor ons. En dan Toulouse in die Europa League groepsfase. De laatste wedstrijd, we zijn al door. Dit gaan we natuurlijk gewoon simuleren. Olise kan niet meedoen. Gordon gaat mee. Jota mag hier even starten om wat ritme op te bouwen. Núñez die krijgt even vrij. Oeh, Suarez is alleen niet helemaal fit. Dan gaat Suarez even een keertje niet mee. Ik zeg dat hij altijd meegaat, maar er moeten soms uitzonderingen gemaakt worden blijkbaar. Ik vind dit wel een wedstrijdje voor Hartman om te spelen. Hetzelfde geldt voor Bradley. Gwehi mag gaan starten in plaats van Tomori. En Gravenberg op de plek van Trent. Eens kijken of dit team kan winnen. En dat antwoord is ja, 3-1. Bradley heeft wel een blessure te pakken.
gelukkig geen vaste basisspeler. Jota een goaltje. Dus twee keer Jota en één keer McAllister die voor ons hebben gescoord. Virgil van Dijk is geschorst voor de wedstrijd tegen United. En Bradley heeft een gebroken teen. Dat is even iets anders dan 2 weken blessure. Hij ligt er voor 7 weken uit. En zoals ik al dus zei, Virgil van Dijk heeft een schorsing. 2 kleine dompers met een zwaar schema aan het verschiet. En dan is het nou matchday voor de wedstrijd tegen Manchester United. En deze gaan we natuurlijk zelf spelen. Van Dijk moet even gaan rusten. Ah, die schorsing van Dijk is denk ik voor de Europa League. Hier zou hij nog mee kunnen doen, maar Van Dijk moet even rusten. Guehi gaat starten. Jota gaat op de bank plaatsmaken voor Suarez. Die wil ik er nu echt bij hebben. En Szoboszlai mag op de plek van McAllister. Gordon mee in plaats van Olise. En ik neem Elliot mee in plaats van Diaz. Nou, met dit team ga ik het proberen tegen United. Hopelijk kunnen we winnen. Laten we nu eindelijk naar de aftrap gaan. It doesn't get much bigger and better than this Northwestern confrontation. Liverpool hosting Manchester United here at Anfield. Stay with us. Every kick of the ball is coming up on EA TV. Nou, daar gaan we. Wij mogen aftrappen op Anfield tegen United. We zijn begonnen. Rashford hier op avontuur, maar Geertruida verovert goed de bal. Vrije trap voor United. Eens zien wat ze ermee gaan doen. Hopelijk niks gevaarlijks. Nee, dat vliegt er overheen. Szoboszlai langs zijn man. Ik zie daar Geertruida. Geertruida, geef hem maar voor. Dat is niet slecht. Kopballetje in de handen van de doelman. Het druk zetten werkt. We veroveren heel snel de bal. Hier is Alexander Arnold. Alleen het staat ook aardig op slot hier. Núñez. Oh, denk ik Szoboszlai open, maar wordt geblokt. Oh, Amrabat de mist in. Kan Núñez hierbij? Hij kan erbij. En hij scoort. Het is 1-0. Wat een lucky goal. Núñez die zijn man ervan afzet ofzo. Ik weet niet wat er gebeurde. Rare balverovering een beetje. Maar ik neem hem. We staan voor 1-0. Darwin Núñez. Guehi. Anthony op de vleugel. Eindelijk veroveren we die bal. Wat kwam die ver? Oh. Hier verliezen we hem ook wel gelijk. Maar daar is Núñez. Goede druk. Nou counteren. Gakpo hier. Gakpo. Moet hem ook weer mee gaan geven. Szoboszlai. Plaats met Hoekie. Oh, dat is over. Nou. Dalot hier. Voor United. Aardig open. Oh, gaat ineens naar het midden. Kunnen we voor het schot komen? Ja, dat kunnen we. Dan gaan ze naar het midden. Schot gaat naast. En dan is het rust. De scheids die fluit direct af. Dus het is einde eerste helft. En we leiden met 1-0. Núñez met een goede verovering hier. Haal maar even uit. Vanaf hier. Nee, Onana redt die bal. Oké, okay, Anthony in één keer helemaal open over de vleugel. Wil naar binnen. Oh. Hij speelt ons gewoon uit. Anthony met het schot met de redding van Kobel. En dan is hier Geertruida. Die verdedigt heel slecht uit. We verdienen een tegengoal op die manier. Gelukkig gebeurt het nog niet. Oké, okay, we leveren die bal constant in. Wat zijn we hier aan het doen? Hier is een kans en een goal voor United. Het staat gelijk. 1-1. Ik heb geen idee wie het even is. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik weet niet wat ik verdedigend aan het doen was. Het was alleen niet goed genoeg. Dat blijkt maar meer. Want opeens zijn we terug bij af. En staat de stand 1-1. 2 wissels aan mijn kant. Suarez komt erop voor Núñez. En Elliot komt erop voor Gakpo. Oké. Hier is Suarez. Moeilijk hoekje. Geblokt maar een hoekschop. Hier komt United nog even op de vleugel. Tomori zit daar goed tussen. Dan moeten wij weer gauw naar voren zien te komen. Dan kunnen we misschien nog iets gaan bouwen hier. Kunnen we dit meegeven? Ja. Szoboszlai is er langs. Alleen, wat gaan we nou doen? Oh, het kan dit. Ja, het kan. Szoboszlai met een solo. En hij leidt voor ons nu. Het team naar een 2-1 overwinning.
rond het af, passeert Onana. En zo ligt de wedstrijd weer in onze handen. Wat een moment voor een doelpunt. 2-1 door niemand minder dan Szoboszlai. Ondertussen gaat Szoboszlai er wel af. Hij gaat ruimte maken voor McAllister. En Arnold gaat eraf voor Gravenberg. En de scheids fluit af. Laat de winnaar van Szoboszlai sleept voor ons de 3 punten binnen. Belangrijk. Heel belangrijk. United heeft weer een tik gekregen. En wij blijven meevechten om de titel. Liverpool wint door dramatische late treffer van Szoboszlai zien we staan. Daarmee sluiten we die wedstrijd af tegen United en gaan we door naar wedstrijd tegen City. Carabao Cup staat weer op het programma. En dit is wel een pittige loting in de kwartfinale, laten we eerlijk zijn. Dus ik vind het een interessante wedstrijd om zelf te gaan doen. Kijken of ik een beetje jeugd kan inpassen, dan wil ik wel altijd een bekerwedstrijd gaan doen. Ongeacht wie de tegenstander is. Maar de vorige wedstrijd was al zwaar, dus ik verwacht het nu ook wel weer. Ondertussen is er een akkoord gevonden over Konate. Het is iets minder als 110 miljoen. Daarmee hadden we een akkoord met United. Nou, we een akkoord over 105 met Arsenal. We gaan het accepteren. En hopelijk gaat het nu wel door. Dan nu het team klaarmaken voor die wedstrijd tegen City. Jota mag gaan starten in plaats van Núñez. En Suárez gaat mee op het bankie. Diaz mag gaan spelen in plaats van Gakpo. Gravenberg in plaats van Arnold. Timber in plaats van Endo. Hartman in plaats van Robertson. En Konate gaat maar een keertje spelen in plaats van Van Dijk. En ik zal Arnold toch moeten spelen. Hij gaat op rechtsachter staan. Heeft hij vroeger gestaan. Want Geertruida moet gewoon even rust pakken. Daarmee gezegd hebben, neem ik Gray wel mee op het bankie. Of nee, ik neem Williams mee op het bankie. Elliot gaat ook mee. En hiermee gaan we doen tegen City in de beker. Wordt een hele interessante pot met een interessante opstelling. Laten we eens kijken hoe deze wedstrijd gaat verlopen. Nou, dan gaan we Cityman gaan aftrappen. We zijn begonnen. Oké, meteen een kans voor mij. Vlak na de aftrap. Hier is Jota, maar die peert hem naast. Salah hier. Heeft ruimte. Tikt hem terug. Dat is iets te ver terug. Oh, geklungeld. McAllister geblokt. Oh, hier is City in een countertje. Countertje is goaltje. Oi. Dat is niet best. Grealish tikt hem binnen. Na een snelle counter van Manchester City. Hoe is het mogelijk? Wij hadden de eerste kans, maar wij maakten hem niet. City doet dat hier wel. En ze staan voor. Timber hier aan de bal. Moet hem nou meegeven. Jota. Langse man. Kan die hier afronden? Nee! Gravenberg. Dat is een goed balletje. Jota nu! Ja! Nou is het wel raak. En zo staat het 1-1. Wedstrijd weer helemaal open. Gravenberg naar Jota. En Jota schiet hem in het netje. Oké, Jota na een goede paas. Komt weer langs zijn man. Moet afronden. Helaas. Had ons hier op voorsprong kunnen brengen. Salah wil hem gauw nemen. Werkt hem in de 16. Diaz daar. Komt er niet bij. Timber. Oh. De bruine wint de bal. Jota. Naar Salah. Salah. Gaat naar het midden. Haalt uit. En dat is een goal. Mo Salah. Schiet ons naar voorsprong. Wedstrijd nu in onze handen. Het tij is gekeerd. Wat een heerlijk goaltje hoor. Trok naar binnen vanaf de linkerkant. En schiet die bal zo het netje in. Manchester United van een voorsprong. Naar een achterstand. En Mo Salah neemt hier even de tijd om te gaan binnen voor een overwinning. Nou, prima actie hoor. In de herhaling. Uithalen. En hij passeert de doelman. Salah zet zijn turbo aan. Speelt hem naar Gravenberg. Kwam langs 1, maar niet langs 2. Oh, wat een bal. City vertrokken. Kom op. Het schot, redding van de doelman. Nou... De Bruyne met de hoekschop. Slingert onze 16 in. Koppen we in eerste instantie weg. Dan is het nog wel City hier met de bal. Blokken het schot. Spelen hem naar voren. En dan gaat de scheids affluiten. Ik wist het. Rust met een voorsprong tegen City van 2-1. Oké, hier is City met een kans. Maar ze schiet over.
Alexander-Arnold hier slingert hem goed voor. Misschien Diaz hier nog? Nee. Kan Jota de bal winnen? Nee. Oh, Haaland knal langs mijn verdediging heen. Gelukkig is er nog Konate. Oh. Ja, nu opbouwen. Salah vroeg om een bal en die krijgt hem. Ik zag hem wijzen. Salah. McAllister. Oh. Dit is een goede paas. Gravenberg. Schiet niet raak. Kopballetje. Nee. City hier op snelheid. Slinger hem voor. Uithaal. Oh, wat een goal. Jeetje. Lijp ingeschoten hoor. Dan kan ik niks anders zeggen. Dit was echt gewoon een goede aanval. Paasje op maat en in één keer. Bam. En staat weer gelijk. Wissels aan mijn kant. Salah eraf voor Gordon. Suarez erop voor Jota. Oké, meegeven daar op die vleugel. Hier is Alexander-Arnold. We zien naar Elliot komen. Wordt niet bereikt. Oh, Gordon hier. Houdt voor ons de bal. Nee. Oh, hier komt City weer. Keller, ram maar gewoon even weg. Suarez, die kopt door. Hier zijn mogelijkheden. Timber is vertrokken. Quinten Timber, jij moet het doen. Nee. McAllister kan hem gaan voorzetten. Doet dat ook. Gravenberg misschien daar. Nee. En dan wordt er weggewerkt. En dan kan de scheidsfluiten. Doet dat ook. En zo eindigt dit nu. Voor nu. Moet ik zeggen, 2-2 en gaan we door naar pingels. Nou, pingelmoment. Suarez staat hier. Eens kijken of hij dit kan afronden. Ja, dat kan hij. 1-0 in de penalties. Dan moeten wij hier de redding gaan maken. We gaan naar rechts. Oh, hij mist op de paal. Wauw. Wie had dat gedacht? Nou, McAllister nu. Hoppa, ze staan 2-0 voor. De Bruyne. We gaan naar links. Oh, jammer. Alexander-Arnold. Eens kijken wat hij kan. Rond ook af. Kom op, keepertje. Pak hem. Oh, dat was veel te vroeg. Elliot tegenover Allison. Zo, versprak me een beetje. Rond ook af. Nou. Dan ligt de druk nu op Foden. Zo te zien. Ja, Foden. Hij kijkt zo hard naar rechts. Ja hoor, we hebben de redding. Keepertje doet het. En we winnen de penalty reeks van Manchester City. Held van deze reeks dus Kelleher, kan je wel zeggen. Met de winnende redding. Geen paal of zo, geen gelukje. Nee, echt gewoon de redding. Phil Foden, die choked hem. Op de 16, of op de 11 meter moet ik zeggen, vanaf de stip. En zo hebben wij gewonnen. Nou, en na een spannend einde in penalties tegen City, is het nu ook einde aflevering. Als je dit een leuke video vond, zou ik zeggen, klik op dat duimpje omhoog. Deel deze video, dat kan mij enorm helpen. Ben je nieuw, wil je meer zien, abonneer. En dan kan je ook op het belletje klikken. Als je dat doet, zet je notificaties aan. En hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag weer bij de volgende. Laters!